En ik wil even wat nieuws vertellen. Ik ben laatst op dit moment een beetje mijn PC een klein beetje aan het struggelen. Want ik heb laatst problemen gehad met mijn processor. Dat ik elke keer te warm heb. En mijn PC kreeg zelfs BIOS errors. Ik heb BIOS alarmpjes, BIOS piepjes. Ik weet natuurlijk wat het allemaal inhoudt. Maar voor de mensen die misschien kijken niet. Zodra je je PC biepjes hoort. Dus echt meerdere biepjes achter elkaar. Dan is er vaak wat mis met je BIOS. Met je, dan is het echt gewoon dat je moederbord een waarschuwing kreeg van. Hé, er is wat mis. Dan begint ook tuut. Nou, dat is dus corrupted memory. Dus een van je RAM-blokken kapot is. Nou, je RAM is dus je random accessible memory waar je computer dus data in opslaat voor programma's. Nou, dat was dus corrupt in mij. Dingetje 2. Op een gegeven moment hoor ik gewoon tuut. Dat betekent dus dat jouw moederbord, of jouw processor, of iets wat dan ook wat rondom jouw moederbord hangt, te warm is geworden. In mijn geval is het een processor. En dat houdt dus in dat jouw fan niet helemaal goed is. Dus ik heb me dus met de fan vervangen. Sinds die tijd is waarschijnlijk mijn processor een beetje vastgevoeld. Een beetje kapot gegaan. En daarom heb ik dus enorme rekenkracht los. Omdat ik even geen Fortnite wil uploaden en al dat soort dingen. Daarom was zo vaak lag spike bijvoorbeeld met Fortnite. Waarschijnlijk had ik wel eens komen met mijn oude harde schijven. Maar dat is punt 2. Ik heb ze ook nog een keer vervangen. Maar er zit nog te veel data op. Dus dat is in principe dus echt gewoon de reden waarom het echt heel vaak misgaat. Dat is eigenlijk wel een reden waar ik dus binnenkort even wat meer Minecraft ga uploaden. In plaats van andere zware games. Dus dat kan nog wel echt een tijdje gaan duren voordat het echt zover is. Graag een beetje een korte aflevering. In ieder geval, laat een like achter, vind je abonneren. Tot de volgende keer. Doeg!